vers. Het is maar een moment. Het is er namelijk heel lang niet. Want de natuur neemt alle tijd. Dan voegt ze toe wat goed is voor ons. En daar willen we best op wachten. Niet? Pas als het rijp is, als de teler gaat oogsten, pas dan is de tijd van verse aangebroken. En dat is ons moment. Dan vervoeren wij. Wij verzamelen, selecteren en testen. Wij kijken en meten. We ruiken, voelen, proeven. En als het moet, wassen, snijden, koken, verwerken, verpakken. Hé, dichtplakken. Wij doen er alles aan om ons moment zo kort mogelijk te maken. Want de tijd van vers is maar kort. Dus noem het efficiënt, noem het high-tech, noem het wat je wil. Wij zorgen dat ze er komen. Op tijd, vers. Zodat de chef de tijd kan nemen die nodig is om te mengen en te mixen, te garen en te garnieren, liefde mee te geven en uit te serveren. Iedereen lekker, vers en vooral gezond eten. Daar doen we alles voor. Wij kunnen niet anders. Vers zit in onze natuur.